Hey, ik heb een vraag voor je. Ja. Jij zegt wel eens, hè, dat je de wasstraat ook zelf niet kijkt. Ja. En ik ben best wel benieuwd waar, zeg maar, hoe mensen video... Want je bekijkt wel video online, toch? Nee. Maar helemaal niet? Nee, ik kijk gewoon nooit video. Oké. Okay. Heel soms, maar... Maar is dat omdat je het, omdat je dat een prettig medium, of geen prettig medium vindt? Of? Nou, de reden is eigenlijk dat ik vind video storend voor mijn omgeving. Dat is het. Oh, oké. Okay. Ja, want je woont natuurlijk met een kind en een vrouw. Ja, en als ik dan... En collega's. Dus ik kijk wel eens een videootje. Mm-hmm. En... Ja. Maar dan sluit je je natuurlijk ook af met de koptelefoon op of wat ook. Nou, op het werk wel. Ja. Thuis niet. Oh, dat, maar dat is eigenlijk de reden waarom ik er niet echt naar kijk. Nee, wel grappig, want er zijn. Ik leef voor een deel van het maken van video's. Ja. En voor de wasstraat hebben we deze vorm is ook. Dat is gewoon een leuke vorm. Ja. Maar ja, af en toe denk ik wel van, nou, misschien is het fijner om deze discussie soort van, nou, in ieder geval voor de vorm op te nemen en dan als tekst uit te schrijven. Ja. Dus dat het een waardevolle tekst wordt. Maar ga jij het doen? Dit is heel makkelijk inderdaad. Je kan waar ik mee begon over die retina plaatjes en dat oplossingje wat ik daarvoor had verzonnen. Ja. Dat... had ik gisteren opgeschreven. Uh-huh. Maar toen bedacht ik me dat als ik dit wilde publiceren, dat het niet goed genoeg was. Ja. Want dan moet ik onderzoek gaan doen van hoe werkt het eigenlijk in oude browsers. Zijn er misschien betere manieren om het plaatje kleiner te maken? Wat zijn de verschillende methodes die er al verzonnen zijn? Daar moet ik dan allemaal naar gaan linken. Dat is een hele andere, helemaal niet. Een hele andere vorm natuurlijk. Ja, helemaal geen zin in. Nee. Veel te veel werk. Hey, dat moeten we door andere mensen laten doen eigenlijk. Dus ik had dat artikeltje geschreven en dat had ik even ergens op een online gezet. Toen had ik gevraagd aan iemand of je er naar wilde kijken. Uh-huh. Of we dat zo konden publiceren. En toen dacht ik, maar ook, ja, dat is helemaal niet goed. Schrijven is best moeilijk. Ja. En zeker als je echt technische... oplossingen gaat aanbieden, gaat verzinnen. Ja. Dan moeten ze kloppen. Ja, inderdaad. Ja. De vorm die we nu kiezen, dit is veel informeler. Misschien is het de gezelligheid en dan weer in de auto zitten, dat is dan toegevoegde waarde of zo. Ja, nou ja, het is ook lekker dan, makkelijk natuurlijk. Ja, nee, maar dat wij publiceren dit. Ja. Dus dan zou je zeggen van nou. En we kunnen natuurlijk van alles lullen, want we zitten ook maar wat. En we hoeven helemaal niks te bewijzen. Nee. Nee, onze meningen zijn. En als we een keer iets verkeerd zeggen, dan zeggen we 2 weken later. Wat? Oh ja. Dat was niet helemaal goed. Foutje. Het is lekker makkelijk. Nee, dat is waar. Zit hem voornamelijk in de vorm die we dan kiezen. Ja. Ja. Nee, want ik denk wel dat... Ik merk dat er voornamelijk ook een soort van drempel is. Bijvoorbeeld televisie, die heeft helemaal geen drempel. Mensen gaan er lekker voor zitten. Ja. Gaan de wereld draait door kijken. Iedereen is happy. Twittert lekker van zich af en zo. Dat kijk je samen, tv. Ja, dat is een soort van community ding. Maar het grappige is, een heleboel dingen op het internet... Nou ja, je kan daar prima ook naar kijken. Dat is in principe ook een soort van televisiekanaal. Ja, wat je dus zou willen, en dat kan op zich ook wel, is dat... bijvoorbeeld in mijn huis, daar lig ik op de bank, op de ene bank, en kijk ik, staar ik naar mijn laptop. Ja. En op de andere bank ligt Katrien en die staat naar haar laptop. En... En wat je zou willen is als ik iets hilarisch zie of een filmpje zie, dat ik dat zo even zo woep, op ons gedeelde scherm, namelijk de televisie, tv, kan zetten. Oh, ja. En dat we er dan samen even naar kijken. Want wat er nu gebeurt is, dan hoor ik een of andere, meestal is het klote muziek, en dan zie ik Katrien grinnen.
Dus ik, wat, twitter het even, twitter het even. En dan twittert ze die link. Okay. En dan ga ik die link bekijken. Ja. Ja, het... ja dat is een beetje... Nou, je kan met die Apple TV kan je natuurlijk, sommige dingen kan je wel al... Je kan het streamen naar je Apple, of naar je televisie. Ja. Oh, dat is wel heel erg handig inderdaad. Ja. Dus dat komt er wel aan, dat je... Google heeft dat nu ook met het Google Q-ding, wat heel onhandig blijkt te werken. Mm-hmm. Dus daar moet je dan weer eerst een app voor installeren. En Apple heeft gewoon een nieuw protocol gemaakt, het AirPlay, waarbij je video's... Ja, je kan video gewoon streamen naar een willekeurig apparaat. Ja. Ja, zeker handig. Maar volgens mij werkt dat alleen maar vanaf Apple devices. Zou me niks verbazen. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Dat zou... Vroeger had je ook zo'n programma, dat heette Juiced. En dat, dat was televisie, samen televisie kijken, geloof ik. Okay. Dus dat was meer andersom, dat, je, dat de afstand ook groter was. En dat je bij wijze van spreken met collega's naar De Wereld Draait Door kan kijken. En dan was er een sociale feed waarin je of real-time met elkaar kon kletsen van hoe goed het over hem van... Matthijs Nieuwkerk vloekt met de rest van het programma. Of dat je op een of andere, weet, zeg maar, offline kan doen. Ja. Zo van, hey, weet je dat dit gebeurd is en kijk er eens naar. Het is een enorm fiasco geworden, want niemand snapte wat het nou was. Het was geen televisie, het was niet online. De schermen waren ook... We hadden geen scherm wat je op schoot hebt of in een relaxed modus bij de hand hebt. Ja, ja, ja. Dus daar... Pardon. Daar miste het ook een beetje. Maar misschien dat we er nu wel klaar voor zijn. Misschien dat er ook, ja, ik weet niet, dat vooral het delen dan ook samen gaat komen met het consumeren van vermakelijke media, dat zal ik het maar noemen. Nou, je hebt natuurlijk, ze noemen dat de second screen. En dat is dat je dus, je kijkt naar de, en wat het gangbare idee daarbij is, is je kijkt samen naar de tv en dan heb je de second screen om daar iets mee te doen. Ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen van, iedereen zit daar lekker met zijn eigen screen. En af en toe zetten ze wat op het gezamenlijke screen. En dan gaat iedereen kijken. En dan kijkt iedereen. Dat laatst ook met zaten we met allemaal vrienden met allemaal iPhones. En toen hebben we videootjes zitten kijken. Ieder vanaf zijn eigen iPhone zat hij inderdaad de hele tijd een videootje naar, naar de tv te sturen. Zo'n YouTube-avond. YouTube, ja. YouTube-avondje. Oh, dat mag ik niet. Nee, hier kan je best recht doorgaan. Oh, wel even wachten op die mensen die niet overreden willen worden. Oepsie.